We zijn vandaag op buitenplaats Koningsweg, net buiten Arnhem en aan de voet van de Veluwe. Dit dorpje is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gesticht als gecamoufleerd kazerneterrein rondom vliegveld Delen. Het terrein van bijna 17 hectare werd in 2011 van de Nederlandse staat overgenomen door Volker Wessels onderneming Condor Wessels Projecten om hier een mooie culturele woon- en werkplek te realiseren. Als je dit gebied nou moest omschrijven aan iemand die hier nog nooit geweest is, hoe zou je dat dan doen? Ik zou het echt omschrijven als één grote verrassing. Je vindt hier rijksmonumenten, je vindt natuur, cultuur, recreatie, maar ook wonen. En alles komt heel natuurlijk bij elkaar samen. Hey, en wat proberen jullie hier nou precies te bereiken? Wat we hier in basis hebben geprobeerd is om de Veluwe over buitenplaats Koningsweg heen te trekken. De bebouwing hebben we als postzegeltjes zeg maar, eruit gesneden, waardoor de natuur ook direct tegen de gevels aanloopt. Dus we hebben hier echt heel erg geprobeerd om natuur en bebouwing, wonen en werken, recreatie en tijdelijk verblijven, om dat in één zeg maar, samen te voegen. Kun je mij ook een specifiek voorbeeld geven daarvan? Jawel. Het mooiste wat je ziet wat nu ontstaan is, hoe we de bebouwing en het landschap samen hebben laten komen, is dat er echt een culturele enclave is ontstaan, hier in het bos tegen de Veluwe aan, waarbij met name ook cultuur en mensen heel goed met elkaar samengaan. En dat ook als een culturele enclave steeds een level omhoog gaat eigenlijk. Want dat culturele, hoe komt dat hier terug? Dat heeft met name te maken met de mensen zeg maar, die we hier naartoe hebben weten te trekken. Zo woont en werkt hier inmiddels de kunstenaar achter de grote badeenden die je geregeld in de haven ziet drijven. Maar ook een hele belangrijke ontwerpster van de IKEA. En zo zie je dat we een aantal belangrijke namen hebben kunnen strikken en dat daar ook leuke start-ups ook weer bij zijn gekomen. En de historie van het terrein, kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Het terrein is gebouwd in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitsers. En dat betekent ook dat er een aantal rijksmonumenten op het terrein op dit moment nog aanwezig zijn. En dat kun je ook zien als je over het terrein heen loopt. De rijksmonumenten hebben nog een originele kleur. Bij de verbouwingen, de toevoegingen die we gedaan hebben in 2022, zijn donkergrijs. Zo kun je altijd het terrein blijven lezen. Dat je weet, dat is de rijksmonumenten die is in 2022, 2023 aangepast. En vervallen volumes uit de Tweede Wereldoorlog hebben we in lichtgrijs teruggebracht. Zodat je ook kan zien dat dat een gereconstrueerd volume is. Hey, en hoeveel mensen wonen hier nou eigenlijk? In totaal is er op buitenplaats Koningsweg ruimte voor 56 woningen. 35 woningen bevinden zich in bestaande panden, reeds bestaande panden. En er is ruimte voor 21 nieuwbouwwoningen die op dit moment gebouwd worden door ons zusje Ufkes. Nou leuk, dan ga ik daar ook nog even kijken. Wij zijn hier een drietal blokken aan het bouwen met elke 7 herenwoningen. En die komen op precies dezelfde locatie te staan als waar vroeger een drietal kazernes hebben gestaan. De grootste uitdaging van dit project zijn eigenlijk de leien geweest. Dat is een materiaal waarmee Ufkes nog nooit heeft gewerkt. Dus dat hebben we ondervangen door eigenlijk deze onderaannemers veel eerder aan de voorkant te betrekken. Mee te laten detailleren, mee te laten ontwerpen. Om zo ervoor te zorgen dat de meeste risico's geëlimineerd konden worden. We hebben op verschillende onderdelen duurzaamheid in dit werk toegepast. Met name hebben we aandacht besteed aan het casco. Zo gebruiken we een gerecycled beton voor de breedplaatvloeren. We gebruiken gerecycled kalkzandsteen voor de woningschijnende wanden. Dus dan zie je eigenlijk dat in tegenstelling tot heel veel andere duurzame werken, wij de duurzaamheid juist in het casco hebben zit. Wat ik het leukste vind aan mijn werk is dat je echt een entiteit aan het bouwen bent. En als zo'n werk is opgeleverd en je rijdt een 2-3 maanden later terug, dat je ziet dat mensen aan een eettafel zitten. Dat je echt, ja, je bent met iemands woning bezig. En dat voelt tijdens de bouw niet altijd zo, maar als je erop terugkijkt dan denk je, ja, je bent huis en hart voor iemand aan het bouwen. Binnenkort zitten de nieuwe bewoners aan hun eettafels in deze prachtige woningen. Wil jij net als Arnold en Maarten meewerken aan de leefomgeving van mensen? Kijk dan eens op werkenbijvolkerwessels.nl. Bedankt voor het kijken. Doei!